Missie Delta, de ruimtevlucht die André Kuipers maakt, heeft een compositie uit Ozaan mee de ruimte in. Speciaal voor de Amsterdamse cosmonaut componeerde Sinta Woeloer uit Ozaan het muziekstuk. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf de opdracht. Deze muziek is de komende dagen in de ruimte te horen. Cosmonaut André Kuipers nam gisteren tijdens zijn vlucht het cd'tje mee. Het stuk Trip werd in een maand gecomponeerd door de Ozaanse. Ik heb zelf met de ruimtevaart natuurlijk niet zoveel. Ik ben muzikus, componist. Ik heb toen ik jong was, heb ik natuurlijk Apollo 11 wel helemaal gevolgd. Dat je toch extra vroeg voor opstaat en extra laat opblijft, zoals nu ook. Ik ben toch wel echt 5 uur opgestaan om te kijken hoe het gelanceerd wordt. Ja, het is een spannend iets. Hoe maak je nou ruimtemuziek? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Je denkt aan een opstijgende lijn en aan tegelijkertijd aan ronkende motoren. Dus toen had ik bedacht, al die strijkers die spelen gewoon tegelijkertijd al die lage noten. En dan wordt het als een soort grom. En dan wordt het gewoon steeds hoger. En dan verdwijnt het zo in de lucht. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf opdracht om een muziekstuk te componeren. Woeloer heeft geprobeerd zich te verplaatsen in de ruimtetocht. Ik stel me voor zoals ik zelf mijn vliegtuigreisje heb gemaakt, hè, dat opstijgen. En toch ook het gevoel van, ja, dat je alles van boven ziet. André Kuipers kan nog tot 30 april in de ruimte naar het stuk luisteren. Want dan is hij weer terug op aarde. En is het wachten tot het een hit wordt. En tot zover het nieuws van dinsdag 20 april. Het is volgende bulletin. Ziet u woensdagavond om 6 uur. Bedankt voor het kijken en graag tot dan.